Like voor extra geluk. En watermeloen. Ik en dit meisje zitten samen vast in deze Roblox-gevangenis. En als ik hier niet uit weet te ontsnappen, moeten we hier voor altijd... Hé, we kunnen ontsnappen. Moeten we hier voor altijd blijven? Oh man, dit is zo mega creepy. Oké, volgens mij... Volgens mij heeft de politie het door. Ik bedoel, ik weet het niet zeker, maar hij stond wel voor de cel. Kan ik hier naar boven? Ja, ik kan hier naar boven toe. Oké, nice. Ik ben nu al echt super, super zenuwachtig. Ik bedoel, ik weet niet waarom we hier zitten. Dat is aan jullie. Waarom denken jullie dat ik in de Roblox gevangenis zit? Wat heb ik gedaan wat niet is... toegestaan. Oké, dat meisje is met ons meegegaan. Daar ben ik wel blij mee, want dan zijn we in ieder geval niet in ons eentje. Oké, we moeten heel goed oppassen voor al het soort van zuur of het gif wat hier is. Deze deur zit gebarricadeerd. Daar kunnen we niet doorheen. Maar er zijn hier wel verschillende trills. Zoals een gouden trill. Ik heb geen idee op welke manier ons dit gaat helpen. Het lijkt eigenlijk eerder alsof we in ons broek plassen terwijl we lopen, maar... Oh man. Het is in ieder geval iets wat er cool uitziet. En dat is belangrijk in de Roblox gevangenis? Ik weet het niet. Als ik zou moeten gokken waarom wij in de Roblox gevangenis zijn, dan is dat omdat we waarschijnlijk in Brookhaven iets hebben meegenomen wat niet van ons was. Ja, we hebben iets gestolen. Ik bedoel, in Brookhaven heb je letterlijk items die je erbij helpen. Oké, we zitten nog steeds in het soort van riool. Alleen dat meisje met wie wij samen in een cel zaten, die is nergens meer te bekennen. Ik zou bijna zeggen dat het haar niet is gelukt om te ontsnappen. Ik bedoel, dit is een van de best beveiligde gevangenissen in Roblox. En de straf die wij hebben gekregen is dat we er voor altijd moeten blijven. En dat we dus geband zijn uit alle andere Roblox games. Ik kan geen andere games spelen, totdat ik uit deze gevangenis ben ontsnapt. Oeps. Oeh, ik heb een Rainbow Trill gekocht. Oh, dat ziet er zo gaaf uit. Het lijkt wel op een soort van staart die we hebben. Stel voor, ik zou gewoon echt een staart hebben. Een watermeloenstaart. Oké, we zitten volgens mij weer in een soort van ventilatie. En ik merk nu al wel dat het een heel stuk lastiger aan het worden is. De traps. De beveiliging wordt beter. Oh man, we gaan naar links toe. Oké, volgens mij snap ik al hoe dit werkt. Oh, de laser gaat over ons heen. Dus wij kunnen nu snel naar voren toe. Snel, snel. Oh man, dat ging op het nippertje goed. We zijn hier al een tijdje. En ik heb nog geen enkele agent gezien. Tot nu toe dan. Oh nee, ze hebben het door. De agent wordt wakker en beseft zich dat wij uit de cel zijn ontsnapt. Met andere woorden, nu wordt het serieus. Oké, we moeten proberen zo snel mogelijk uit de opslag te komen. Dat is namelijk de plek waar alle dozen staan. Misschien zelfs wel een aantal items die het ons kunnen vergemakkelijken om te ontsnappen. Oké, voorzichtig Job. You got this. We kunnen niet door deze deur. We blijven gewoon een beetje achter de dozen. Ik wil mijn Rainbow Trill weer terug. Oké, het is links. Oké, come on. Wat moeten we doen? We moeten het water niet aanraken. Oh nee, we zitten vast in een doos. Dat meen je niet. Nee. Maar wacht even. Zouden we onszelf nu niet gewoon met de post kunnen opsturen naar de vrijheid? Zou dat niet super grappig zijn? Oké, stel voor wij kunnen onszelf nu mailen, nu we in deze doos zitten, naar een andere Roblox game. Welk adres, dus welke game, moeten we er dan opschrijven? Adopt Me, Brookhaven, Bayview. Welke games heb je allemaal wel niet? Er zijn zoveel Roblox steden en dorpen waar je zou kunnen wonen. Weet je wat? Ik wil het ijspad hebben. Ik denk dat het ons dat wel wat makkelijker maakt. Het ziet er in ieder geval best wel cool uit. Oké, we zitten in de doos en ik heb ervoor gekozen om mezelf naar Brookhaven te willen opsturen. Oh, moet je nagaan. De postbode gaat zometeen een super zwaar pakketje krijgen. Wat ruikt naar watermeloen. Is het links? Het is links. Is het rechts? Het is rechts. Is het rechts? Het is rechts. We kunnen onszelf natuurlijk ook naar de andere kant van de wereld sturen. Dan hebben we het, geloof ik, over Liftopia. Dat is het verst hier vandaan. Oké, we zitten nu in een soort van een stukje van de kantine. En dit zijn allemaal van die groentesapjes. Hé, politieagenten moeten gezond eten en drinken, zodat ze extra goed kunnen opletten. Al moet ik zeggen, dat is er vandaag niet zo goed afgegaan. Het is ons toch wel erg gemakkelijk gelukt om te ontsnappen. De ventilatieschacht in onze cel zat letterlijk gewoon los. De trill die maakt het eigenlijk alleen maar lastiger, omdat je een beetje wordt afgeleid. Oh nee, de deur zit op slot. We hebben een sleutel nodig. Zullen we dan maar gewoon proberen om via deze kamer te gaan? Oké, we moeten de juiste deur vinden. Maar achter sommige deuren zit een politieagent. Oké, dus het kan deze, deze zijn, deze, deze. Ik zou dan toch voor deze hier willen gaan. Oh nee. Het is misschien onlogisch dat ik aan het einde begin, maar ik heb juist het idee dat daar de goede gaat zijn. Ze zullen het nooit in het begin doen, omdat ze ervan uitgaan dat mensen juist eerst de eerste deuren gaan kiezen. Oh, oké, snel. Oh, dude, dit is zo spannend. Nogmaals, als ik dit niet haal, dan mag ik geen enkele Roblox game meer spelen. En ik hou van Roblox games. Oké, dit is de trapkamer, staat er. Ze hebben letterlijk een kamer vol met allerlei vallen. Dat is niet cool. Eigenlijk is het. Eigenlijk is het best wel cool. Maar het is niet cool, want ik vind het niet leuk. Laat ze niet ontsnappen. Hij drukt op een knop en hij zegt ja, meneer. Oké, dus hij heeft nu de lasers aangezet, denk ik. Dat was pittig makkelijk. Oké, maakt niet uit. We...
Misschien had ik niet moeten zeggen dat dat pittig makkelijk was. Oké, weet je wat? Ik wil een nieuwe trill hebben. En omdat we zo lekker bezig zijn, wil ik de lava trill. Oh man, deze past perfect. Wie is dat? Hallo, ik ben de Roblox-held. Ik stop jou. Oh nee, wat doet hij nou? Oké, we moeten dus heel goed oppassen. Want er wordt namelijk op ons gemikt. En ondertussen moeten wij over de potloden heen. Oké, ik moet wel zeggen, dat was eigenlijk vrij makkelijk. Ik heb letterlijk de groene trill nog niet gehaald. Maar dat past juist het beste bij mijn Roblox-skin. Oh man, ze zijn er nog steeds. Oh dude, ik word nu serieus een beetje zenuwachtig. Oké, we gaan via deze trap naar boven. Die Roblox super... jongens? Ik ben hier. Logica in videogames. Ik kan er soms echt een stuk om gaan. Oké, voorzichtig. We lopen hier richting de toiletten. Oh nee. Ik dacht eigenlijk wel dat het zou werken om onszelf te versturen in een doos. Maar het begint er meer op te lijken dat we richting het riool gaan. Meneer, ze zijn ontsnapt. Zegt deze agent tegen de Roblox superheld. Wat? Waar gaat hij naartoe? Hij is onder de grond, meneer. Oh, ze weten wel waar we zijn. Prima. Dan hoeven we ze niet meer aan te vallen. Wat? Waarom, meneer? Omdat ze daar hoe dan ook afgaan. Oh man, hoezo? Ga je me nou echt vertellen dat het zo lastig is onder de grond? Waarschijnlijk wel. Anders zouden ze ons niet zo makkelijk laten wegkomen. Oké, we hebben elke soort trill geprobeerd. Dus dat kan het ons niet meer makkelijker maken. Eigenlijk is een trill ook niks anders dan een soort van scheetje wat achter je aankomt. Zo zou ik het willen beschrijven. Oh nee, wacht. Volgens mij gaat er iets... Dude, er komen mega stenen aan. Oké, voorzichtig. We moeten dus eigenlijk gewoon op tijd ergens in gaan staan. Maar ik wil... Waar moeten we heen? Oh nee... Oh, we moeten hier zijn. Oké, dan moeten we nu via deze muur naar boven. Ik snap wel waarom die Roblox superheld net zei dat we hier hoe dan ook af zouden gaan. Het is lava, stenen met lava. En nog eens lava. Oké, we gaan van steen naar steen naar steen. Dan hebben we hier weer een heleboel lava. Oh. Heeft iemand de verwarming aangezet? 1, 2, 3, 4, 5, 6 porties lava. Iemand? Iemand of niemand? Ik kan me niet voorstellen dat een gevangenis dit echt wil hebben. Of nou ja, misschien ook wel. Dan willen gevangenen sowieso niet meer ontsnappen. Oké, we gaan deze kant op. Oh man. We zitten nu op een soort van metaal. En ik kan me zo voorstellen dat dat best wel heet wordt na alle lava. Dus mijn voeten doen nu al pijn. Dat meen je niet. Is dat vrijheid wat ik ruik? Nee, dat was geen vrijheid. Tenminste... Oh, het was het riool wat ik rook. Dat is raar, Job. Oh man, alligator. Gators, dat is het laatste waar ik zin in had. Tenminste, het ene laatste. Het laatste was huiswerk. Nee, even serieus, dat lijkt me misschien nog wel het ergste. Oké, wat moeten we hier doen? Oh, dude, dit is echt een lastige hobby. Nogmaals, ik snap het wel, want hier komen alleen de zwaarste Roblox-dieven in terecht. Geen commentaar. Oké, we gaan snel naar boven toe en... Ik dacht even voor een aantal seconden dat we... Wat gebeurt er? Er wordt op ons ingezoomd. Snel, snel. Oké. Die persoon die we dus net in die helikopter zagen, die... Oké, die persoon die we dus net in de helikopter zagen, die zou een soort van aardig zijn. En die zegt van, ze hebben je gevonden, dus waarschijnlijk wilt hij ons hier komen ophalen. Oh nee, als deze spotlights ons zien, dan kan de politie ons direct weer lokaliseren. Dus dan weten ze direct weer waar we zijn. Oké. Ja, terwijl ik het uitlegde, heb ik ze gewoon ontweken. No way. Gaan we elke Roblox game weer kunnen spelen? Vele jaren later staat er. Wow, we hebben een grijze baard. Maar gelukkig, de vrijheid, Brookhaven. En we hebben geleerd van onze fouten. Tenminste, een soort van. Uh-oh. Ja, als je de video tot en met hier hebt gekeken, spam dan WC in de comments. Je bent een baas. Abonneer voor meer en adios.